Ik ben Sarah Darsmat. Ik ben in opleiding tot maag-darm-leverarts. En in mei ben ik volgend jaar klaar. Met als aandachtsgebied leverziekte en levertransplantatie. We zitten nu in de bespreekruimte waar we elke donderdagmiddag tussen 5 en 6 bij elkaar komen. Wat we hier doen is dat wij hier alle patiënten bespreken die op dat moment getransplanteerd zijn. Ook bespreken we alle patiënten die een transplantatie in het verleden hebben gehad, maar met complicaties of weer ook niet opgenomen zijn. En wat we ook doen is dat we bespreken de mensen die geschikt zijn voor levertransplantatie en of ze wel of niet in aanmerking kunnen komen voor transplantatie op basis van heel veel criteria. Dus dit is eigenlijk een beetje de kamer waarin alle koppen bij elkaar worden gestoken met eigenlijk als één doel, gezamenlijk doel, en dat is de patiënt beter maken. Ik leer er altijd heel veel van over hoe je bepaalde problemen moet oplossen. Ik ben altijd heel erg trots op het feit dat iedereen hier echt met de koppen dezelfde kant op staat en dat er soms ook wel hete discussies kunnen zijn die ook in goede communicatie worden gedaan. En soms zijn er ontzettend moeilijke beslissingen die je moet nemen. Een jong iemand, of die wel of niet voor een tweede transplantatie kan gaan, dan moet je heel zorgvuldig zo'n beslissing gaan maken. Ja, waar ik ook zo graag kom is het onderwijsruimte en het onderwijscentrum hier. Waarbij hier de kennisoverdracht plaatsvindt. Waarbij ook wij als groep heel actief zijn in het onderwijs geven aan studenten. Wat ik ook prachtig vind aan deze ruimte is de ouderwetse boekenkast. Alles is natuurlijk elektronisch tegenwoordig, maar het is ook wel heel fijn soms om gewoon een boek uit het rek te pakken. Goedemiddag allemaal. Het is een enorme eer om hier te staan. Ik ben ontzettend verbaasd en echt onder de indruk van hoeveel mensen hier staan. Dat ik hier deel van uit mag maken is echt een voorrecht. Na het fantastische verhaal van collega De Jonge, dan kom ik eigenlijk met een heel luchtig verhaal. En na de lunch, en we gaan het hebben over foie gras. En zoals misschien de eerste associatie die je hebt met foie gras is, oh, dat is een voorgerecht, dus waarom komt dat nu na de lunch? Maar eigenlijk, want dat heb ik eigenlijk een beetje geleerd uit het voorbereiden van dit praatje, is dat het echt een nagerecht is en dat het vaak dus na de maaltijd wordt genuttigd. Dus bij deze, we gaan het hebben over foie gras en niet als delicatesse meer, maar als iets wat u misschien ook wel bij de Albert Heijn kan tegenkomen. Volgende dia. Nou, foie gras, dat kent u misschien. Dat is een vette ganzenlever. Er wordt 75% van de gevallen in Frankrijk gekweekt. En wordt beschouwd als een delicatesse. Het is moeilijk te verkrijgen, moeilijk ook te maken. En ongelooflijk omstreden. En waarom is het nou omstreden? Omdat het de zogenaamde gavage nodig heeft om foie gras te maken. Oftewel de dwangvoeding. U kent misschien ook wel de beelden van het internet en van bepaalde dieractivisten. Die laten zien dat de ganzen daar onder dwang eigenlijk gevoed worden. Waardoor ze die vette lever krijgen. Het feit waar ze dus gebruik van maken is dat we weten dat in vogels, die dus elk jaar een lange migratie naar het zuiden moeten maken, een eigenschap hebben om vet op te slaan in hun lever voor de migratie en voor dus de lange tijd dat ze zonder voedsel zullen komen. En nu zult u denken, foie gras, dat wordt nu in Michelin-restauranten wordt dat geserveerd, maar eigenlijk kennen we dat al heel lang. Namelijk de Egyptenaren die hadden in 2500 al ontdekt dat er door dwang vogels, met name dus ook ganzen, konden worden gevoed. En dat ze daar dus een heel lekkere maaltijd van konden maken. Zoals u hier ook ziet in deze tekening, in deze wandtekening van 2500 voor Christus, zie je dus al dat de ganzen hier gevoed worden. En de Romeinen namen dit op een gegeven moment over en noemen dat icurficatum, oftewel levervijg, omdat zij dus in plaats van dat ze vet aan de ganzen gaven, gaven ze vijg aan de ganzen. Toen is een tijdje eigenlijk een beetje uit de mode geweest en toen hebben uiteindelijk de Europeanen het overgenomen. En zoals ik al zei, 75% van de gevallen wordt het in Frankrijk gemaakt. Belangrijk ook om te weten is dat die dwangvoeding ook niet het gehele leven is van de gans, maar eigenlijk alleen de laatste 2-3 weken en daarna worden ze opgeofferd. En wat ze dan zagen en wat ze dus zien en waar ze gebruik van maken is dat de lever dan 10 keer de normale volume en het hoeveelheid vet bevat dan normaal. Nou, waarom hebben we het nou eigenlijk over foie gras? We hebben het namelijk over steatose, oftewel foie gras in de mens. En hier ziet u eigenlijk twee plaatjes van de vette lever. U ziet hier het plaatje van de gans.
En hier een doorsnee van iemand met een vette leverziekte. En zoals u ziet lijkt dat heel erg op elkaar. In contrast zie je hier daarnaast nog een normale lever. Dus wat is steatose? Dat heeft u misschien wel zo gehoord op de polykliniek. Als iemand zegt van uw lever is vet of heeft leververvetting. Steatose wil zeggen dat er dus een accumulatie, oftewel een ophoping is van vet in de lever. En dat kan eigenlijk twee belangrijkste oorzaken hebben. Ofwel overmatig alcoholgebruik, dus te veel drinken. Ofwel een te veel aanbod van vetten uit de voeding. En dan noemen we het met een moeilijk woord, Engels woord, non-alcoholic fatty liver disease. Oftewel niet-alcoholische vette leverziekte. Het is eigenlijk een relatief nieuwe ziekte. En als eerste beschreven als entiteit, als ziektebeeld in 1980. En dat zou je eigenlijk niet denken als u weet hoe vaak het nu voorkomt. En waarom is dat nou zo nieuw? En ik wil u eigenlijk laten zien wat er gebeurd is in de afgelopen 25 jaar met de incidentie aan te veel aan voeding, oftewel overgewicht in de tijd. En hier heb ik de plaatjes van de Verenigde Staten gepakt, omdat daar eigenlijk het beeld het duidelijkst te zien is, maar ook in Europa gaat het gebeuren. Als ik met u meega, dan ziet u dat over de loop van de tijd, dat zijn alle staten in Amerika, dan ziet u dat de aantal zones waarin er minder dan 10% overgewicht is in de bevolking, wordt steeds minder en er wordt steeds meer 20 tot 25%, zelfs groter dan 30% van de populatie die overgewicht heeft. En het is een enorme toestroom geweest in 25 jaar tijd, waarbij eigenlijk geen enkele staat in Amerika meer minder dan 20% van de bevolking overgewicht heeft. En we hebben het nu echt over overmatig overgewicht, oftewel een BMI groter dan 30. En waar komt dat nou door? Dat komt door de moderne gavage, oftewel de dwangvoeding van de 21ste eeuw. Ik heb zelf een tijdje in Amerika gewoond en ik moet zeggen dat als ik boodschappen ging doen bij de gewone lokale supermarkt en ik had al mijn groentes en mijn boodschappen allemaal op de wagen gezet, dat er kinderen waren die achter me stonden met hun moeder, die aan hun moeder vroegen, mama, wat is dat? En dan had ik een broccoli in mijn hand. En dat is echt geen grap, dat is gewoon hoe het gaat. De gewone voeding, de goede voeding, die is veel duurder voor de Amerikanen vooral. Daarom grijpen mensen steeds vaker naar junkfood, slechte voeding. Dus hier ziet u eigenlijk daar tekenen van. Slechte voeding betekent dus gewoon dagelijks hamburgers en frieten. Maar ook slechte gewoontes en slechte voorbeelden. Hier krijgen kinderen al op hele jonge leeftijd frisdrank. Dit is een beetje wat ik dus elke keer zag. Mama, wat is een appel? En hier ziet u ook de porties die gigantisch zijn toegenomen over de loop van de jaren. Waarbij dit de gemiddelde porties zijn als je gaat naar een fastfood restaurant van een Chinees. En als je ziet dat het 24 uur per dag open is en dat je allemaal all you can eat kunt eten voor heel weinig geld, dan kan je natuurlijk voorstellen waarom dit gebeurt. Nou, wat is dan obesitas? Waar hebben we het nou eigenlijk over? Er zijn eigenlijk twee maten van gewicht. We hebben het over de BMI, dat kent u denk ik wel. Dat is de body mass index, oftewel het gewicht gedeeld door de lengte in het kwadraat. Maar we hebben het ook over de middelomtrek, oftewel de waist circumference, om het met Engels te zeggen. Dat is de buikomvang die u dan meet vanaf het moment van de navel tot circulair om u heen. En wat is dan normaal en wat is dan overgewicht en wat is dan obesitas, dus overmatig overgewicht? Dus het normale is dat u een BMI heeft van 20 tot 25. En dan voor de vrouw is dat een middelomtrek van onder de 80 en voor de man is dat onder de 94. Mannen mogen altijd wat dikker zijn, dat heb ik nooit helemaal goed begrepen. Maar blijkbaar is dat zo. En dat komt waarschijnlijk omdat ze minder vaak dingen doen, maar dat... Misschien begeef ik me op heel glad ijs nu. En hier ziet u dus ook wat overgewicht is en wat obesitas is. En u ziet dus dat de BMI dan voor overgewicht is 25 tot 30 en voor obesitas is boven de 30. En als ik dan kijk naar getallen van de Wereldgezondheidsorganisatie, dan is het schrikbarend. 1,9 miljard van de volwassenen heeft overgewicht. Dat betekent dat van alle mensen op deze wereld die volwassen zijn, 39% overgewicht heeft. En het schrikbarendste komt eigenlijk nog als je naar de getallen voor de kinderen gaat kijken. De kinderenobesitas is echt een epidemie. Dat gaat in heel rap tempo opkomen. En het interessante ook is dat het niet meer een welvaartsziekte is.
De vroeger was het natuurlijk gewoon zo dat je, hoe dikker je was, hoe welvarender je was. Dat is nu lang niet meer zo. Sterker nog, de sterkste stijging die we zien mondiaal is juist in die armere landen. Dus leversteatose. Nou, hoe vaak komt het nou voor? Waar hebben we het nou eigenlijk over? Leversteatose is als gevolg van overgewicht over het algemeen. Wij hebben in Rotterdam een hele unieke situatie. We hebben een populatiestudie, dat heet dan de ErGO-studie of de Rotterdam-studie. Ik weet niet of u daar ooit van gehoord heeft. Maar dat is een wijkje ommoord hier in Rotterdam. Waar mensen al eigenlijk sinds 1990 worden vervolgd in de loop der tijd. En het idee initieel was dat het met name zou zijn voor ouderdomsziektes. En in 2009 zijn wij er als leverziekte ingestapt en zijn we echo's gaan doen. Bij iedereen, dus ziek of niet ziek, maar met name gewoon gezond. De mensen die dagelijks naar hun werk gaan. En wat wij vonden, dus dat er dus in 3500 mensen waarbij we een echo hebben gedaan, dat er in 35% van deze mensen vervette lever was. Zonder dat die mensen daar last van hadden, zonder dat ze überhaupt klachten van hadden en zonder dat ze überhaupt daar ooit over na hadden gedacht. De gemiddelde leeftijd van deze categorie was 66, omdat het gewoon ook een oudere populatie is die vervolgd worden. En de gemiddelde BMI was schrikbarend, 29,8. Ja, dus dit is ook wat u in een gewone wijk als Omwoord gebeurt. En wat ook interessant was, is dat we hebben ook alle mensen fibroscan aangedaan. In het plaatje van dokter De Knecht vanochtend zag u dat wij ook echo's doen zelf. Maar daarnaast hebben we ook een nieuw apparaatje. Dat bestaat nu al een paar jaar. En dat meet eigenlijk op een hele simpele wijze. Meet het of er sprake kan zijn van verbindweefsel, van fibrose van de lever. En bij al deze mensen hebben we dus ook een fibroscan gedaan. En dan heeft dus 8% al fibrose. Zonder dat we dat weten. Dus het gebeurt om je heen en u heeft het niet door. En de wereldwijde schatting is dat er 20-40% van de algemene bevolking dit ook heeft. En sterker nog, bij bepaalde risicogroepen, en ik ga het er straks meer over vertellen, komt het zelfs meer dan 60% van de mensen voor. Waar hebben we het nou over? Dus de steatose is onderdeel van dat wat ik net zei, de non-alcoholic fatty liver disease. En non-alcoholic fatty liver disease is een spectrum eigenlijk dat bestaat van, dat begint eigenlijk bij leververvetting. Dat is gewoon de puur aanwezigheid van steatose. En hier ziet het eigenlijk op microscopisch niveau. De lever wordt geel. Waarom wordt dat geel? Omdat er allemaal van die kleine blaasjes zitten vol met vet tussen de normale levercellen. Hier ziet u de normale levercellen. En dat gebeurt dus in die ongeveer 35% van de algehele bevolking. En in bepaalde risicogroepen dus tot en met 65% van de gevallen. Nou, wat gebeurt er daarna? Heel veel mensen, dus 75% van de mensen, blijft daarin hangen. Oftewel, er gebeurt verder niks. Er treedt geen ontsteking op. Het is gewoon de lever is vet, punt. Maar in ongeveer een kwart van de mensen treedt er door de aanwezigheid van vet en waarschijnlijk ook door de aanwezigheid van allerlei actieve stoffen die ook vanuit perifeer vetweefsel, dus uit vetweefsel in de buik of andere plekken komen, worden aangezet tot het vormen van ontsteking en verbindweefsel. En dat is wat u hier ziet. Dus het is niet alleen maar die witte bolletjes met vet daarin. Maar je ziet ook dat blauwe, dat gaat zich een beetje lijntjes gaan vormen, zeg maar. En dat is dus dat fibrose. En je ziet een heel drukte en niet meer dat mooie homogene patroon wat u daar ziet. Dit noemen we NASH. Oftewel non-alcoholic steatohepatitis. Moeilijk woord om te zeggen steato, vet, hepatitis, hepatitis. Dus ontsteking van de lever. En dat gebeurt dus in een kwart van deze mensen. En dan gaat een kwart ongeveer, dus 10-29%, gaat door. En gaat dan uiteindelijk fibrosevorming krijgen en uiteindelijk ook cirrosevorming krijgen. En krijgt dan dus verlittekening en uiteindelijk in een weer 4-27% daarvan uiteindelijk ook leverkanker. Dus het is een, nou ja, om het maar met mevrouw McPhil's woorden te zeggen, ook een sluipmoordenaar. Wat zijn dan de risicofactoren? Nou, we hebben het over de obesitas gehad, met name dus de appelfiguren. Daar was dus die waist circumference zo belangrijk bij. Maar ook patiënten met type 2 diabetes hebben een verhoogd risico. Sterker nog, als je alle mensen neemt boven de 50 jaar met ofwel obesitas en suikerziekte, ofwel obesitas of suikerziekte, dan vind je dus 66% van de mensen met echt al NASH, dus echt een ontsteking en verbindweefseling daarvan. Verder andere risicofactoren zijn de bekende metabole syndromen, zoals dat heet. Zoals hoge bloeddruk en hoog cholesterol. Maar ook vinden we steeds meer nieuwe risicofactoren. Onder andere het traagwerkende schildklier. Het slaapapneussyndroom. Dus dat, dat mensen 's nachts wakker worden en eigenlijk een beetje zuurstof tekort komen.
Het polycysteuze ovariumsyndroom bij jonge vrouwen, heel vaak voorkomend, vitamine D-deficiënties. En waarschijnlijk wordt deze lijst in de komende jaren alleen maar meer aangevuld. Daarnaast speelt ook genetica een behoorlijke rol. Geschat wordt dat ongeveer 39% van het hele spectrum misschien wel genetisch bepaald zou kunnen zijn. Maar er is niet één gen alleen verantwoordelijk daarvoor. En de laatste jaren is er heel veel aandacht geweest over de rol van de darmflora. Dus de bacteriën die bij ons, gewoon bij iedereen in onze darmen leven, die ons helpen met de vertering van het voedsel, zouden misschien ook kunnen bijdragen tot het hebben van NASH. Wat we namelijk weten is dat mensen die een heel eenzijdig voedingspatroon hebben, en dat zijn vaak mensen die dus het slechte dieet volgen en dus overgewicht hebben, die hebben ook een andere samenstelling van hun darmbacteriën. En het idee is dat daar misschien toch ook een link naar de lever toe gaat, omdat de darm en de lever met elkaar verbonden zijn door de poortader. Hoe diagnostiseren we dat? Dat doen we met name met een leverecho, waarbij we eigenlijk een beeld zien in contrast tot het normale. Dit is het normale, waarin u gewoon de leverweefsel ziet die dezelfde grijsheid heeft als de nier. En bij een steatotische lever is die vele malen lichter dan de nier. Dat ziet u denk ik wel goed, dat verschil hier. Bloedwater wordt ook minder scherp en we kunnen met echo, zoals ik al zei, ook tekenen van fibrose en zelfs cirrose onderscheiden. Nou, het voordeel van een leverecho is dat het heel non-invasief is, hè. Dus het heeft geen stralenbelasting. Het is relatief goedkoop en ook makkelijk toegankelijk. Maar het nadeel is dat we pas de steatose kunnen opvatten als meer dan 1/3 van de lever eigenlijk al vet bevat. Dus onder dat zien we het niet. Verder kunt u natuurlijk voorstellen dat bij wat aangezette mensen, met wat dikkere lagen, zeg maar, om doorheen te komen met een echoproop, krijg je vaak beeldverlies. En het laatste en het belangrijkste eigenlijk nadeel van alleen een echo is dat we geen goed onderscheid kunnen maken tussen diegenen die simpele steatose hebben en diegenen die dus die ontstekings, die NASH hebben. En die NASH, dat is juist degene waar we het wat uiteindelijk een cirrose kan ontstaan. Leverbiopt is de gouden standaard. Nou, u weet allemaal dat invasief kan zijn en dat er risico's aan verbonden zijn. Maar het grootste voordeel is dat je dat eigenlijk alleen maar op basis van een leverbiopt goed dat onderscheid kunt maken. En verder kan er ook nog CT's en MRI's worden gebruikt, maar dat wordt eigenlijk minder vaak gebruikt vanwege stralingbelasting. Dan de behandeling. Er is geen behandeling. Ik las ergens, en dat vond ik wel heel typerend, obesitas is eigenlijk een chronisch ongeneeslijke ziekte. Er is geen medicijn voor obesitas. Dat komt omdat het eigenlijk niet één factor is die hiertoe leidt. Dus wat wij vaak dan doen, is dat we zeggen van je moet je leefstijl veranderen. Dat is de belangrijkste behandeling. Maar wat is dat dan? Hoe doe je dat dan? Het eerste advies wat we geven is, je moet afvallen. Ja, maar hoeveel dan en hoe dan? We weten uit studies dat ongeveer 10% gewichtsafname, dus als uw eigen gewicht min 10% doet, dan leidt dat al tot microscopische verbetering. Dus dat zijn waarschijnlijk de target moeten zijn. En hier ziet u ook dat er in de studie is aangetoond dat er een direct lineaire relatie is tussen de percentage van gewichtsverlies, dat zit hier op de x-as, en het verdwijnen, zeg maar, van de steatose. En je ziet dat een heel mooi lineaire relatie is. En eigenlijk denk ik dat ongeveer bij 7% dat toch het minimum moet zijn wat we zouden moeten proberen om af te vallen. Valt best mee, denk ik. Maar het probleem is, je kunt daar komen, maar het is heel erg moeilijk vol te houden. En dat is wat dit zo lastig maakt. Verder zeggen we dan, ja, nu moet u dieet aanpassen. Ja, maar wat moet ik dan aanpassen? Wat moet ik dan laten? Wat is dan het NASH-dieet? Nou, die bestaat eigenlijk niet, dat weten we eigenlijk niet. Wat weten we dan wel? Waarschijnlijk is wat je eet even belangrijk als hoeveel je eet. Want ze hebben studies gedaan waarbij we zien dat als we dezelfde calorieën aanhouden, dat een normaal dieet versus een mediterraan dieet, dat het mediterrane dieet eigenlijk veel beter is en dat veel meer terugkeer krijgt naar het normale situatie. Verder is het waarschijnlijk zo dat als we de carbohydraten beperken, dus de suikers en de koolhydraten beperken, dat beter is dan dat we de calorieën beperken. Maar welke koolhydraten moeten we dan laten staan? Fructose wordt heel vaak aangegeven als de boosdoener. Dat zit in heel veel frisdranken. Dat is waarschijnlijk een van de factoren, maar we weten eigenlijk niet zo goed wat we precies moeten laten en wat we wel kunnen eten. En dan zeggen we vaak gelijk achteraan, je moet afvallen, je moet je dieet een beetje aanpassen, je moet gaan bewegen.
En wat voor beweging dan, dokter, is de vraag. Wat moet ik dan doen? Moet ik gaan fitnessen? Moet ik gaan zwemmen? En dat weten we eigenlijk niet zo goed. Het idee is dat waarschijnlijk de cardiosporten, dus het fysiek actief zijn, waarbij je het hart goed stimuleert, in contrast zeg maar tot fitness, waarbij je echt met name spieren traint en de kracht traint, is waarschijnlijk wel beter. En waarschijnlijk heeft het effect ook nog wel, waarschijnlijk is het effect zeg maar van lichaamsbeweging onafhankelijk van de gewichtsafname. Maar er zijn ook studies gedaan waarbij mensen tegen mensen is gezegd, je moet een matige intensiteit doen, 3 keer per week even goed lekker sporten, maar je hoeft niet helemaal uit te sloven, maar dat doet eigenlijk helemaal niks. Dat is waarschijnlijk onvoldoende. Maar wat het dan wel is, is eigenlijk nog onbekend. Dus de duur, de type en de intensiteit van het bewegen is eigenlijk nog onbekend. In hele extreme gevallen is bariatrische chirurgie nog een optie. Mensen die vergevorderde NASH hebben, waarbij dieet en aanpassingen en afvallen eigenlijk niet heeft gewerkt, kunnen nog voor bariatrische chirurgie gaan. En nu wordt dat in Nederland gelukkig nog op kleine schaal gebruikt. In Amerika was dat al een heel stuk vaker, kwam dat voor. Met de nodige complicaties en risico's van de behandeling. Maar het is wel een goede behandeling op het moment dat je dus eigenlijk geen andere opties meer hebt. Het probleem is de lange termijn, zoals altijd met leefstijlveranderingen ook. Het terugval in oude gewoonten is eigenlijk de grootste gevaar die op de loer ligt. Nou, dan hebben we nog een hele ziek aan medicatie die is getest of wordt getest of onderweg is te worden getest. En eigenlijk hebben we dus nog niet de holy grail gevonden, hè, dus de heilige graal. We weten dat metformine, de behandeling van diabetes, eigenlijk wel effect heeft op gewichtsverlies. Maar eigenlijk geen significante verbetering geeft van de NASH. Andere medicijnen voor diabetes, idem dito. Vitamine E is geprobeerd, wat eigenlijk wel effectief bleek, maar waarbij wat zorgen was over de veiligheid daarvan. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we de juiste patiënten daarvoor moeten selecteren. En recent zijn er ook studies gedaan naar galzuren, albitergolzuur. Misschien dat u dat nog tegen gaat komen. Met hele hoopgevende resultaten, maar daarvoor volgt binnenkort nog een studie waar ook het Erasmus MC aan gaat meedoen om het definitief te vertellen of dat ook werkt. Een stukje over de toekomst. Wat is er nu gaande? Nou ja, zoals ik een beetje aangaf met de veranderingen van de populatie zie je dus ook de verandering op de wachtlijst. Dit is de wachtlijst uit Amerika van 2004 tot 2013. De zwarte gestreepte lijn is de NASH. En u zag dat die eigenlijk in 2004 de minst voorkomende indicatie was. En in 2013 de tweede meest voorkomende indicatie. En waarschijnlijk zeer binnenkort ook nummer 1 indicaties. En dat is in de Verenigde Staten. Wij lopen natuurlijk wel wat achter in die zin dat wij gelukkig nog wat minder vaak obese zijn. Of onze gemiddelde BMI is wat lager. Maar dit gaat natuurlijk ook in Nederland en de rest van Europa ook gebeuren. En het interessante ook is dat zonder aanpassing van levensstijl de ziekte tot 70% na de transplantatie kan terugkeren. Dus het is natuurlijk zaak om, ook al heb je een transplantatie gehad, om u ervan bewust te zijn dat dit ook daadwerkelijk weer terug kan komen. Op dezelfde manier dat het initieel is gekomen. Preventie is altijd beter dan behandelen. En in dit geval is het eigenlijk de belangrijkste vlieger die opgaat. Gezond leven, gezond eten, voldoende bewegen, matigen met alcohol, stoppen met roken. Nou, u kent ze allemaal wel. Ik denk met name ook heel belangrijk is voor kinderen om de beeldschermtijd te minimaliseren. Dat is een beetje een herkenbaar plaatje waar iedereen aan tafel eigenlijk alleen maar achter zijn pc of zijn iPhone of wat dan ook zit. En ik denk dat we eigenlijk ook vanaf de bron moeten beginnen. We moeten kinderen meer bewust van laten worden wat het negatieve effect zijn van junkfood. En misschien dat we ook interventieprogramma's moeten doen wanneer er al dreiging is tot overgewicht bij kinderen. Nou ja, heel veel onderzoek moet er nog plaatsvinden. Zoals ik al zei, het is echt wel een nieuwe opkomende ziekte. Ontzettend veel wat er nog niet bekend is. Met name wie dan degene is die 25% is die van de simpele steatosis overgaat naar NASH. Aangrijpingsmechanisme van behandeling. Diermodellen die het hele ziekteproces moesten nabootsen, die hebben we eigenlijk nog niet. Waarom ontwikkelt de ene het wel en de ander niet bij dezelfde BMI? Dat is ook een heel belangrijk punt waar we eigenlijk nog niet zo goed uit zijn. Wat is dan de exacte rol van de voeding en de nieuwe medicijnen? Wat gaan wij in Rotterdam doen? Zoals ik al zei, we doen dus actief mee in de Rotterdam-studie. We gaan kijken
En met name nu al heel specifiek naar dieet. Ze hebben allemaal een hele uitgebreide vragenlijst ingevuld. Om te kijken wat doet nou elke component van het dieet. Dus eiwit versus de rest en vetten versus de rest. Wat is de rol van het microbiome? We hebben ook allemaal ontlastingssamples opgespoord van deze mensen. En zo verder. Dus er is nog ontzettend veel werk wat we nog maar moeten verrichten. En in Nederland is er ook binnenkort vanuit de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie. Dus de medische kant daarvan. Is er een consortium opgesteld of dan een doelgroep met allemaal wetenschappers die zich gaan bezighouden op dit gebied. En waar wij ook dus ook in de Erasmus deel van nemen. Dus mijn take-home message is voor u, is dat foie gras eigenlijk helemaal niet zo zeldzaam meer is. Dat er een hele klein deel wel progressie heeft, dus naar ernstige ziekten. En dat het waarschijnlijk een van de belangrijke redenen wordt voor transplantatie in de toekomst. En dat we dit beter kunnen voorkomen dan genezen. Ik wil u hartelijk danken.